Dag lieve Steenbok, welkom bij je jaarhoroscoop 2024. Ik ga het anders doen dan de voorgaande jaren. Ik heb dat ook uitgelegd in de korte video die ik heb gepubliceerd, mocht je het gemist hebben. Ik leg nu algemeen wat de boodschap is voor 2024 voor jou. En in de verlenging doe ik het meer per maand. En dat doe ik omdat het best allemaal veel tijd kost. En ik leg altijd de maanden van tevoren. Maar daarin doe ik dus meer de verdieping. En daar vraag ik 27,50 voor. Dus mocht je dat willen na het zien van van dit deel 1, dan schroom niet mij te mailen. Als je persoonlijke jaarhoroscoop wil, kan ook, hè? Maar dan heb ik wel je nodig, je voornaam, achternaam, geboortetijd, geboorteplaats, geboortejaar, dan heb ik meer informatie nodig. Maar voor nu, dit is het algemene gedeelte en daar komt ook al heel veel in naar voren. Aangezien het schudden van heel veel tijd kost, kwam ik achter, neem ik jullie gewoon zo even mee. Ik heb ze net geschud, net gelegd. Als ik kijk voor jou, Steenbok, voor 2024. Dan zie ik dat je dingen veel concreet hebt aangepakt in 2023. Maar het is je niet snel genoeg gegaan. Het lijkt wel alsof je denkt van ja, weet je, ik pak heel veel dingen aan, ik pak heel veel dingen op, maar het gaat gewoon niet snel. Ik voel niet de structuur, de stabiliteit die ik zou moeten hebben. Het gaat maar mondjesmaat. Het is alsof je denkt van misschien moet ik het anders doen. Dat je meer met je gevoel moet gaan werken. Of dat je erachter bent gekomen dat mensen in 2023 jou meer hebben gewezen op het feit dat je wat gevoeliger mag zijn. Daarnaast zie ik dat er besluiten, dat je een besluit niet wil nemen. Of dat je besluiten wil nemen, maar voor jezelf. Dat er iets is dat je eigenlijk mag bespreken met anderen, maar waarvan je denkt, ah, ga ik niet doen. Ik wil dat alleen besluiten. Ik zie ook echt een drastische verandering. Een grote verandering. Het is geen valkuil. Het zijn niet nieuwe inzichten die je geboden worden. Het is geen valkuil, dus dat je iets doet wat je altijd hebt gedaan. Ik zie echt wel een drastische verandering. Een omslag. Een duidelijke omslag. Of dat nou is op spiritueel gebied of op liefdesgebied of op professioneel gebied, daar heb ik geen inzicht nog in, omdat ik dit algemeen leg. Maar het is wel drastisch. Ik zie hem niet aan het begin van het jaar, maar ergens in het derde kwartaal. Je komt niet zonder kleerscheuren eruit. En het klinkt dramatischer dan het is, maar het doet je wat. Het doet iets met je. Of iemand anders neemt een besluit zonder dat je het weet. Maar er is iets waardoor jij wel even pas op de plaats gaat nemen. Je zet door, want dat zit in jouw steenbok. Ik zie wel dat je doorzet, maar het heeft je wel de nodige pijn opgeleverd, de nodige strijd opgeleverd. Het lijkt ook wel alsof jij kennis hebt van zaken die anderen niet hebben, of dat jou iets ter oren is gekomen waar je het niet over mag hebben. Dat zie ik ergens tweede, derde kwartaal. Waarvan je denkt, ja, wat moet ik daarmee? Oh, daarom natuurlijk ook de besluiten die je voor jezelf moet nemen. Dat je niet bespreekt met een ander. Als ik kijk in de verdieping daarvan, dan zie ik dat het wel. Ik heb veel munten, veel concrete zaken. Maar ik zie ook dat het een gunstig moment is om bij jezelf te raden te gaan, om in jezelf te keren. Ik zei net al, er komt iets op je af wat tijd kost, waar je tijd voor moet nemen, wat pijn kost. Ik zie ook dat je een periode van rust krijgt en uitgedaagd gaat worden. Je gaat ding, moet dingen overdenken. Het lijkt wel een soort van nieuwe start. Het is een gunstig moment. Je hebt iets opgebouwd, dus je hebt ook iets achter de hand. Ik krijg ook de koningin van Kelken. Iemand die dus heel goed weet wat de invloed is op haar reactie. Maar ik krijg het gevoel dat je denkt van, weet je,
Ik moet even nadenken over hetgene wat me is overkomen. Ik neem even de tijd en het is een uitdaging. Ik wil het niet spannender maken dan het is. Het is wel dat het een uitdaging is voor je. En dat kan maar zo zijn, hè? Een andere baan, dat best wel. Misschien gebeurt er iets in je baan waarvan je denkt, dat zag ik niet aankomen. Of in je thuissituatie, wat je best wel wat strijd of angst of verdriet of doorzettingsvermogen nodig hebt, waar je dat bij hebt. En ik zie de koningin van zwaarden, dus iemand die wel op de juiste manier de besluiten neemt. Dus ik zie dat je ergens uit gaat komen, omdat je erover hebt nagedacht. Je bent niet over één nacht ijs gegaan. Je hebt de tijd genomen om goed na te denken. Dat is een uitdaging voor je om in stilte te zitten en om meer te voelen. Maar je gaat eruit komen met het juiste besluit. En het is wel zo dat op dat moment dat jij besluit, je zegt van dit is de weg die ik wil gaan. Dit is het besluit die ik heb genomen. Je gaat duidelijk je richting aangeven. Waar je het in het begin van het jaar of het begin iets wat er gaat plaatsvinden, dat je denkt, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet iets voor me houden. Ik wil een besluit nemen, maar ik kan het niet maken. Ik kan het niet delen. En dan gebeurt er iets. En dan op een gegeven moment zeg je, oké, ik heb erover nagedacht en dat. Dus in de verlenging ga ik natuurlijk op de maanden leggen. Dus dan zou ik veel meer beter kunnen weten wat er zit. Ik ga even kijken met de licht. Nee, met Shadowscape. Wat ik nog meer mag weten. Wat is je uitdaging? Nou, ik vind dit best een uitdaging. Ik ga even specifiek vragen. Wat is jouw uitdaging? Waar zit de uitdaging in? En je ziet dus dat dat het handiger is voor mij om eerst het schudden niet op te nemen en eerst te doen. Dat je anders zo alleen maar aan het schudden, naar het schudden aan het kijken zijn. Dat is gewoon niet leuk. Je uitdaging zit in conflicten met jezelf, maar ook in anderen. Je uitdaging zit erin om op tijd je mond te leren houden. Opkomen voor jezelf en opkomen voor je medemens. Je uitdaging zit in justice, in gerechtigheid. Je uitdaging zit in balans, in eerlijkheid. Wat is eerlijk? Wat voel je erbij? Waar zit je transformatie? Waar je eerder misschien voor wegliep, heb je nu zoiets van, ja, weet je, ik ga het aan. Ik ga het gewoon zeggen, dit is niet wat ik leuk vind. Dit is niet hoe het mij bevalt. Ik krijg er maar twee. Ik pak even de fairies. Dus je uitdaging, ik denk dat het voldoende is. Je uitdaging zit dus in de conflicten en de justice, de rechtvaardigheid in balans krijgen. Waar je op mag letten is. Wat de situaties die zich voor gaan doen, dat je daar lering uit mag trekken. En geduld opbrengen, over nadenken en dan zul je overwinnen in je manieren, in je stappen die je zet. Wat op liefdesgebied, wat mag ik weten voor Steenbok op liefdesgebied? Nou, ik krijg de zon en Three of Wands. Dus de zon is alleen maar mooi. Dus en tijd voor jezelf, en tijd voor anderen, en tijd voor een nieuwe liefde, of de liefde die je al hebt. En Three of Wands. En dat zijn gunstige vooruitzichten. Goede vooruitzichten, gunstig, goed. Komen naar aanleiding van een besluit dat je hebt genomen. Samen dingen doen, samen kijken, samen opbouwen. En ik krijg pentakels 9. Dus de goede vooruitzichten is ook het gunstige moment. En ik krijg de zon. Dus op een of andere manier op liefdesgebied gaat het goed zitten of zit het al goed?
Je kunt leren van elkaar. Je voelt je niet alleen bij de ander. Je voelt je gehoord. Je voelt je vertrouwd. Je ontspant en je vertrouwt de ander compleet. Concreet en compleet. Het voelt gewoon helemaal harmonieus. Dat is wat ik kan melden voor het algemene gedeelte voor 2024 Steenbok. En als ik dan doorga naar deel 2, dan haal ik deze kaarten weg. En dan ga ik leggen met de lichtzieners tarot voor de maanden. Dus kan ik het meer specifieker aanduiden. Dus wat mag ik weten voor de maanden januari, februari, maart. Dus als ik kijk bij januari, krijg ik weer die toren specifiek. Dus er begint ergens in januari al iets te komen, al iets te zijn. En zo ga ik verder in deel 2. Dus welkom misschien bij deel 2. Dank jullie wel.